Het was begin jaren 80 dat de grote Johan Cruijff, idool van iedere voetballiefhebber, terugkeerde naar Ajax om daar, dat dacht iedereen toen, zijn laatste voetbaljaren te slijten. En hoe? Ik was een jonge speler die bij de selectie van het eerste elftal zat en was dus uitverkoren om teamgenoot van Johan Cruijff te mogen zijn. En ik zou zelfs misschien wel met hem komen te spelen. Maar goed, geen wedstrijd zonder training en daar kon het genieten al beginnen. Zijn overzicht, balbehandeling, functionele techniek, leiderschap en zelfs op die leeftijd nog zijn versnelling, oftewel zijn demarrage. Dit alles was allemaal te bewonderen bij de training, met bal. Op dinsdag was het destijds de gewoonte bij Ajax om de ochtendtraining te doen in het Amsterdamse bos. Daar werden we getrakteerd op conditietraining, loopscholing, etc. Afgesloten met een rondje bosbaan van ongeveer 5 kilometer. Ik wist een sluiproute, een kortere weg die wel driekwart van het traject afsneed dat we moesten lopen en waar de conditietrainer geen zicht op had. Hij zag de groep vertrekken voor de bosbaanloop en hij zag de groep ook weer aankomen. Maar net na het vertrek was hij ons even kwijt. Daar maakte ik soms gebruik van als ik geen zin had om al die meters te moeten maken zonder bal. Ik had de route geleerd van oudere spelers die al langer bij het eerste van Ajax zaten. En die hadden het weer geleerd van oudere spelers toen zij nog jong waren. Om de sluiproute te nemen moest ik achterin de groep beginnen. De groep mocht immers niet zien of weten wat ik van plan was, omdat je toch op een bepaalde manier aan het pikken was. Daar waar zij zich de longen uit het lijf moesten gaan lopen. Het was niet voor iedereen leuk of goed om te weten. Ik wandel dus achteraan, kijk om me heen en zie dat er nog één iemand achter mij loopt. Johan Cruijff. Ik gooi de schoenveter vastmaaktruc erin en Johan wandelt mij voorbij en was mij daarna even uit het oog verloren. De conditietrainer geeft het startsein en weg is de groep. Met mij achteraan op de één na laatste Johan. Die dus dacht dat hij zelf achteraan liep. Tot mijn schrik duikt Johan 10 à 20 meter voor mij lopend de bosjes in. Precies op de plek waar ik dat ook wilde gaan doen. De volgende 10 à 20 meter gingen van alles door mijn hoofd. Shit, nu moet ik die bosbaanloop toch maar wel gaan doen. Ik kan toch als jong broekie niet achter de grote Johan Cruijff aan gaan schieten. Wat zou hij dan wel niet van me denken? En ergens betrap ik hem dan ook op vals spelen. Ik doe het niet. Ik doe het wel. Ik doe het niet. Ik doe het wel. En daar loop ik, schuilend voor de blik van onze conditietrainer, in de voetsporen van Johan Cruijff. Ik heb goed zicht op hem. En het was prachtig om te zien hoe deze grootheid en ons al het voorbeeld zich als een kwajongen door de bossen bewoog. Bukkeld en observerend om niet betrapt te worden. Het was zo'n 5 minuten afsnijden en dan kwamen we op het punt waar we moesten wachten op de laatste man van de groep. Waar wij dan weer stiekem achteraan moesten gaan springen vanuit de bosjes. Ik sloop achter Johan aan en was hem inmiddels genaderd op 1 meter of 10. Ik trapte per ongeluk op een dikke tak die met een hard geluid brak. Johan schrok enorm, draaide zich om en zag mij daar staan. Zijn schrik om betrapt te zijn maakte bijna direct plaats voor zijn leiderschap. Hij keek me aan en zei bloedserieus, kom mee, ik weet hier de weg, zodat ze ons niet kunnen zien. Ik had dus gepikt met Johan Cruijff en ik ben het moment dat hij zo verschrikt omkeek nooit meer vergeten. Later nooit meer met hem over gehad over dit voorval. Maar ik heb het enigszins toch wel moeten weten. Want toen hij later namelijk ook mijn trainer werd, was het bijna onmogelijk om maar bij wat dan ook voor mij om de kantjes eraf te lopen. Hij keek me daarna met zijn scherpe priemende ogen en riep, Rijkaard, lopen jij en voorop en harder. Je moet niet denken dat je mij in de balie kan nemen. Want van een dief kun je niet pikken. Dat klonk heel erg streng, maar ik weet zeker dat hij dat dan ook leuk vond en er even van genoot.